Ik ben hier met Giselle en wij gaan naar Ibiza. Maar laat mijn shirt aandoen, verwijder dit en ik ga nu. Ik heb ook zo'n camera, precies deze, mijn is beter. Ik wil ook beginnen met vloggen, want ik doe veel leukere dingen dan jou. Deze is beter dan jou. Ik weet laat mij zo, mag ik vlogteken over doen? Ik ga met die Ferrari nu even weg. Ik ga hem wassen. Nee, hoeft niet. Ik ga naar wassen. 50 voor een pizza, 250 voor een shisha. Anders. Ik weet, zeg maar nu, na dit etentje, dat ik een levensgenieter wil worden en wil zijn. We zijn niet via hier gelopen hoor. We zijn verdwaald. We zijn echt verdwaald hoor. Nou, hebben wij weer. In de woestijn van Ibiza. Wat ik net heb gedronken, heb ik gewoon nu alweer uitge... Hè? Auw. Nou Henk, je bent verdwaald. Jij moet me gewoon hier zo houden op Ibiza. Dit is die pauw, dit is die pauw. Ja, nu zijn we weer op die passie. Waar zijn dan? Eigenlijk eten we best wel slecht in Ibiza hoor. Ja, we eten echt slecht. Vinden jullie? Zo, wat bedoel je? We eten kapot goed, maar we eten weinig. Ja, we eten weinig. Ja, dat is het. Ik denk dat dat het is. Ja, maar als we eten, eten we goed. Ja, hé, Ibiza en eten, tering man. 50 voor een pizza. Als je gaat zwemmen, ga ik echt koud blijven. Echt heerlijk. Echt lekker. Zoek je love of je miljoen. Ik hou het on the low, on the low. Hou het on the low. Hij praat niet veel, yes ik loef die mo. Kom naar me toe, yes ik ben solo. Hou het on the low. What up peeps? We zijn back in het appartement. Gelukkig gaan we niet meer shooten voor de avond in ieder geval. Hoe laat is het nu? 10 voor 9. Het is pas 10 voor 9 eigenlijk, 5 voor 9. Maar we zijn echt kapot, maar we hebben de hele dag, sinds de ochtend al eigenlijk gefilmd. We zouden eigenlijk in de avond shooten, maar dat gaat niet meer door. Besef eventjes dat we eigenlijk klaar zouden maken om te gaan eten. Kijk waar we zijn beland. Ja man. Ik besef, we hebben al 12 uur werk op zitten. Dan zijn we net pas 20 minuten thuis, 12 uur werk kan hè. Dan moet ik ook nog gaan eten en ga ik weer laten slapen. Ik vind het leuk dat je dit thuis noemt, weet je. Oh ja. Hé, is al op hier ons te kopen, hè? Ik heb het gevoel echt alsof we hier vaak. Maar ik moet wel veel geld hebben, want... 50 voor een pizza. 250 voor een shisha. Die tempo van hier is hoog. Oké. We zijn opnieuw Ibiza, hè? En we zouden ons niet toereikend, hè? Oké. We zouden ons nog niet toereikend. Ik moet echt zeggen... Kijk, weet toch, je zou denken dat... hoe wij een clip op Ibiza schieten, dat het gewoon echt lekker is. Snap je, echt perfect is en je geniet gewoon, je weet toch. En heel eerlijk, we genieten ook. Weet toch, het feit dat we niet in Nederland zijn en dat we geen kut weer hebben, weet toch, zegt al genoeg. We zijn echt blij en dankbaar dat we hier ook een clip kunnen schieten eventueel, je weet toch. Maar... we dus werken gewoon echt, ja snap je, we werken er gewoon keihard. Dat is vandaag wel ook gebroken, koude. Is dat hier een koude koffer? Zie je, dit is weer... Ja, nee, je moet ook eerlijk zijn, hè? Nee, maar eerlijk, wat heb ik... Hoe heb ik die nou geboord? Dat komt. Ik wil het toch weer naar beneden drukken. Het gaat niet met hamer. Ik druk het hard opeens aan. Dan ga ik... Pa! Nee, maar arrogant, Aliyah, dat kan echt niet. Maar je ja, ook weet je ervan voor. Dit bedoel ik nou. Kijk, je weet toch, jullie denken echt dat het misschien lekker genieten is en dat we echt niks doen. Maar we werken echt. En dan morgen, eigenlijk zouden we vandaag nog het laatste shot doen. Maar dat gaan we gewoon niet meer doen. Dus, zie je, eigenlijk zouden we woensdag vrij hebben. Nu gaan we woensdag ook weer doen. Maar dan moeten we woensdag gewoon weer schieten. Nee, maar ik wil eventjes een dikke shout-out doen naar 50mm. Deze mensen werken, man. Ik zeg je heel eerlijk. Want we werken. Kastje heeft geen sterkte. Ik kan je nergens brengen, man. Hoe kan je? Nogmaals, even een dikke shout-out naar 50mm. Cause deze mensen, ze werken, man. Ja, man. Echt, man. En niet alleen vandaag, hè. Of beter bij deze shoot, maar gewoon alles wat ze gewoon zeggen, weet toch, verhalen die ze geven, ze werken echt, maar deze mensen mogen ook echt een award winnen. Ja, dit is de eerste keer dat ik met 50mm werk, maar dit wordt zeker niet de laatste keer. Dat weet ik wel echt. En ik hou ook echt van ze. Zo, Julia, Tristan. En Stijn, mijn nigga Stijn. Ja man. We love you. Ja maar, relax man. Echt zo naar jullie. Relax man. Oh, maar zo'n beetje, als kleine kinderen het kijken is echt raar. Jongens, ik heb... voor het eerst haar expliciete foto's ontvangen van een ander mans geslacht. Kijk, luister, ik zeg heel eerlijk. Want je kan niet zeggen, Dan hield ook denken aan die kinderen. Nee, kijk, ik weet niet of ik dit erin ga zetten, maar... Ik ken het niet toe, bij de roepers. Heel veel mensen denken toch dat ik echt veel... Sorry, ik zweet helemaal. Hé hey, meisje, ben ik even bezig? Jongens, ik heb mijn eerste dikpik ontvangen in mijn DM. Ik ben even in shock. En ik schrok, hè. Ik weet zeker dat ik nooit doet ga draaien, maar op basis hier. Luister, ik heb zeg maar een foto vandaag gepost op Instagram, die gaat best wel lekker. En meestal, weet toch, taggen mensen me gewoon in hun dingen. Dus ik dacht, deze jonge man heeft ook gewoon wat gezet of zo, je weet toch. Nee, ik zie gewoon die dikpik gewoon. Heftig man. Het nemen ze nemen, toch? Nou, zoals jullie zien, ben ik weer ready. Giselle ook bijna. En dan gaan we even wat eten. Eet smakelijk, guys. Eet smakelijk, jongens. Dit hadden we nodig, hè? Ik ben dus net wakker geworden. En het leuke, ik heb dus mijn Instagram geopend. En opeens kom ik erachter, ik heb 100k volgers. En ja, ik ben echt super blij. Sorry. In ieder geval, ik ben echt super blij dat ik die 100k volgers nu gewoon heb. Je weet toch? Dus ik moet... Ja, hè? Dus ik moet eventjes kijken hoe ik dat zeg maar ga posten. Maar ik zit eraan te denken om gewoon een foto te doen. En gewoon giveaways natuurlijk. Dat is gewoon zo leuk voor de fans en voor de volgers. This is my morning face, guys. Look at this. Oké, so we zijn dus aangekomen bij de laatste shots. Even zo zetten, is wat beter. Ik had eerst dit eigenlijk aangepakt van LA Sisters. Maar we gaan achter een witte achtergrond. Dus daar is het toch wel wat leuk als je het hier aan doet. Dus nu even dichter aan. Stijn! 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 Waar is Stijn? What? Hi. Nou, hem on the low. Ik praat niet veel, yes, ik loef die omhoog. Kom naar me toe, yes, ik ben... Guys, het is tijd. De koffers zijn ingepakt. We gaan weg. Ik kan echt serieus gewoon janken. Ik zweer het, ik heb het nog nooit zo zwaar gehad, man. Gies, ik ben echt serieus, man. Ja, maar dat is wel jammer. Oh. Ik vind dat eigenlijk ook wel een vacation aan Bali. Maar ja, aangezien ik geen mattie heb... Nee, maar ik heb het echt serieus nog nooit zo zwaar gehad. En ik vind het echt heel kut dat we weggaan. Maar het is niet anders. We gaan sowieso terugkomen. Voor de mensen die ook geïnteresseerd zijn om hier zeg maar te logeren. Waar zijn we, Gies? Gazebo Mansion Ibiza. Je kan ze searchen op Gazebo Mansion Ibiza. G-A-Z-E-B-O. En dan Mansion Ibiza. Voor degene die niet een... Spanjoren zijn, hallo. Ik zou de Insta, alle gegevens, ook nog eventjes in de bio zetten van deze video. Zodat jullie gewoon ze kunnen opzoeken, like hun page, je weet toch. En ja, dan is het tijd om naar de airport te gaan, hè Gies? Ja man. Koffer is ingepakt. Wat een leven, man. Hey guys, hebben jullie ooit zo'n grote Red Bull gezien? Check. Nee, maar wacht, je moet het even goed zien. Wacht. Ik ga het gewoon hier neerzetten. Kijk, jullie denken misschien dat dit gewoon een normale is, hè? Maar dat is het niet, hoor. Nou. Dagroom. Ik zie jullie weer. Over een paar maanden. Misschien weken. You know. You need to get it, bitch. You need to get it. Nee, ik wil hier blijven. You need to get it, bitch. You need to get it. Prachtige... Ibiza. Oh, jongens. Ik wil niet weg. Het wordt zo erg nu. We gaan nu naar de airport. Yeah. We zijn dus in de Starbucks. En ik moet mijn eerste koffie dus met 50mm drinken. Want ik drink namelijk geen koffie. Dus ja, Tristan gaat het me leren drinken. Ja. Maar we beginnen met echt zoete. Daarna gaan we naar gewoon normale cappuccino, ook een beetje zoet. Daarna espresso. Oké, zo de frappuccino. Dit is de frappuccino toch? Ja, dit is de frappuccino caramel. Oké. Stap 1. Ja. Dus dat is dit is de eerste stap naar koffie drinken, jongen. Aha. Oké dan. Ben je ready? Je hebt nog nooit een slok genomen, ever. Oh my god. Okay. Ga je sowieso lekker vinden. Ja, ja, reactievideo. Kijk, suikerbom. Nee, niet zo doen. Het is aan het verwerken. Wat is Giselle? Deze extra. Ja? Ik moet nog wel een beetje aan de smaak. Deze van Giselle is het extra karamel. Zie je? Maar dat kan. We gaan iets creëren. We gaan iets creëren. Ja, we gaan het lekker verslaafd maken. We kunnen creëren de caffeine monster. Willen mij gewoon koffie verslaafd maken, hè? Nee, niet eens, niet eens. Beter koffie dan Red Bull, hè? Ja, dat wel, ja, sowieso. Red Bull is echt goed. Nou, ik was dus in gesprek met degene die de camera vasthoudt. En opeens komt er iemand achter mij langs die dus net stijnige dag had gezegd. En die loopt zo voorbij en die zegt zo, die fluistert zo in mijn oor. Stijn is zo fucking hot. Stella, kijk Stella. Hij is fucking hot. Teresa is echt een beest. Teresa is een gek beest. Jezus, het is echt koud. Oh, wat erg. Nou, we komen dus net aan op Düsseldorf. Het is koud. Het is koud. Oké, there you go. Oké. Die gaat echt vallen hoor, Chris. Maar deze gaat ook. Wheelie. Wheelchair bounce. Hey. Go Trisha. Go Trisha. Go Trisha. Go Trisha. Stilletje moeder. Luister ernaar. Jongens, de trip zit erop. Die zien er allemaal niet uit. Het was weer een eer, schatjes. Deze gaat weer sigaretje roken. SO Gram, SO Man. Hoe is die blok? Serieus bedoel. Hé, nou man. Ik zeg het je maar. Dus neem je echt opladen met Aliyah. Zeg maar. Ja, ik deel hem al de hele clip uit. Dan moet ik nog met deze ondankbare zaagsel zitten. Aliyah zit alleen achter. Ja, go. Kom op, Aliyah. Je ziet het uit. Verdomme nou. Nadat je het hebt uitgeschoten. You don't dog me out. Wij hebben... Oh, je komt. Kom ik daar door. Wat zie ik? Je zegt automatisch. Dat is het. Je bent weer net doen. Die deur gaat niet. Die deur is nog open. Goed dat je door. Dat gaat niet dicht. Oh, dat is waar. Dan wil ik even ook weer laten zien. Pieps, dit was het dan. Onze trip zit erop. Ik sta voor de deur. Giselle is bijna thuis. We wonen maar 10 minuten of zo van elkaar. 5 zelfs nog. Dus hierbij wil ik de video eigenlijk afsluiten. Vond je deze video nou leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Deel deze video. You know how we do. En zo naar Giselle. Sorry, maar die naga is weg aan deze kant toch. Sorry. Heftig. Ook jouw koffer, hè, Gaffie weer. Maar ja, Esso in ieder geval naar 50mm. Esso naar Giselle, je weet zelf. Esso naar heel Ibiza, you know how we do. En we gaan sowieso terug. Al die dingen staan in die bio. We gaan die lekkere olijven weer eten, schat. Nou, als je deze video kijkt, doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Wij gaan pikken, want we kunnen niet meer. We slapen tot volgend jaar. Joe! Later, baby's! Big Henkie, the one and only. Shout out to the big superstar, Aliyah. Poku is new online. Aliyah heeft de Henkie T.